Maar ik stel me dat zo voor. Er zijn moeilijke omstandigheden om je heen. Weet je, en stemmen die spreken. Stemmen van de vijand. Stemmen van mensen die onrust aanjagen. Verwarring. Allerlei dingen die bedreigen en die angstig maken. Weet je, en dan mag je naar de schuilplaats gaan. Zoals David dat deed. Dan mag je zeggen, hé, nu ga ik mijn aandacht niet meer geven aan al die dingen rondom mij. En ik ga mijn aandacht vestigen op Jezus. En ik ga gewoon eens luisteren naar wat Jezus te zeggen heeft. En al die stemmen en al die omstandigheden, al die problemen, ja, die zijn er allemaal nog. Maar daar ga ik nu even mijn aandacht niet op richten. Ik ga nu mijn aandacht richten op Jezus. En wat gebeurt er dan als David dat doet? Als hij God gaat aanbidden, als hij de liefde van de Heer gaat aanschouwen. Als hij al die omstandigheden laat en aandacht geeft aan wat Jezus tot hem te zeggen heeft. Dan wordt hij omhoog getild op een rots. Wauw, omhoog getild. Boven de omstandigheden uit. Boven zijn vijanden uit. In één keer ziet hij de dingen vanuit een ander perspectief.